Suing naar Rogiers. Van Buggenhout. Daar is Robin Rogiers met de dunk. Niks van pressure. Jo van Buggenhout nu. Volledig, hè? Dus als je die rebound niet hebt. Hij mist en daar, kijk eens, dat is... En de ja, halve own goal, maar toch de schouder voor Tero van Gillet. Gillet, langs de baseline, voorbij Schoepen en de voorsprong is er. Was me niet helemaal duidelijk, maar ook niet wat hij deed, maar goed. Jo van Buggenhout. Kijk, ze laten hem staan, dankjewel. Tuurlijk. Rechtstreeks de lijn met Rick Samai. Bij de bank. Ja, je moet, je moet het gewoon ook een beetje kaderen. Bolton, boom. En die voorsprong staat er weer. Gillet naar de bank. En Rob. En dan de steal. Ja, hij moest er niet eens veel voor doen. Bolton. Oeh, Joppe Mennis met de blockshot. Damien Jefferson niet blij natuurlijk, want ja, kreeg die scores. Kelillemaat zoekt naar ruimte, is Van Buggenhout kwijt. Jovanovic geraakt er niet meer bij, scoren voor een maat. Kelillemaat zoeken, kijk. Hij doet het in zijn eentje. Ai. Het is wel een vrijgeleide dat je krijgt voor bij Amat. Ja, het gebeurt niet zo vaak hoor. Daar is hij weer, kijk. Hopla, Kelillemaat, 19e punt. Het zijn kijk, finishers hè. 5 punten verschil. Suing probeert het nog eens. En dit keer wel raak. Ja. Als je Gillet laat shotten van uit de hoeken. Ja, maar goed, zijn volgende shot even goed denk ik Rick. En dan kan hij wel binnenvallen. Oeh. Moeilijke bal van Buggenhout en dit valt allemaal mee. Shotklok. Van Buggenhout, ja. En die shotklok die is quasi verstreken. Hij moet gaan gooien. Bolton en hij gooit binnen. Onwaarschijnlijk. Rozier Bolton. De shotklok. Nog 1 minuut 17. Dan had de maat het zelf. Kelillemaat. Nee, Gillet. We zien wat Gillet heeft hem terug. Shotklok tik. Ja, kijk eens. 5 seconden, bam! Kelillemaat is back in business. 10.3 time-out van Bolton. Zoals net gezegd. En, tegen Salumu. Hij gaat omhoog. Ja. En hij scoort niet. Daar is Suing. En dan... fluit er niemand. Ja, hallo.